Ik neem u mee naar de realtime dagkaart van onze AEX op 29 januari tegen de klok van 4:30 om vast te stellen hoe we de dag uitgaan. Op dit moment een witte candle in de maak, een kleine witte candle, tevens als cleave candle op de SMA-lijn. En dan heb ik het over het niveau rond 603 punten, 604 punten. Met een beetje goede wil blijft de candle wit en gaan we dus sluiten op de SMA-lijn. En dat zou impliceren dat de dip die we onlangs gezien hebben naar 5,97, 5,98, dat dat een vergissing van de markt is geweest. We noemen dat een zaagtandbeweging, oftewel een whipsaw. En daar zal ik in de TA-vraagbak in mijn chart navigator aanstaande vrijdag meer over vertellen. De RSI doet goed mee in het bodemproces, keert terug uit oversold gebied en gaat proberen de 50-lijn te bereiken en te kruisen. De swingteller blijft nog wat achter, alhoewel in de loop van de dag hebben we eventjes een plus 1 standje gezien. Dus beste bulls, als jullie nog een klein sprintje trekken richting 5:30, dan zou de swingteller ook zomaar op een plus 1 stand komen en dan hebben we meteen al de up-status weer te pakken. Zo niet, dan blijft het nog eventjes spannend wat er morgen gaat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat anticiperende actieve beleggers nu reeds koopposities innemen in de veronderstelling dat de bulls het wel zal lukken om ook overigens op de FIBO-grid weer te blijven steunen en daadwerkelijk de aanval richting 6.16 gaan inzetten. Nogmaals, morgen moeten we daar bevestiging van krijgen. Zo niet, dan blijft het nog eventjes spannend en krijgt misschien de beer nog de gelegenheid om een klein tikje uit te delen. Maar gelet op het ritme van de markt en gelet op de ondertoon en de aanzwellende stierendrift lijkt het een kwestie van tijd wanneer daadwerkelijk toch weer hogere niveaus opgezocht gaat worden. De DAX doet niet veel vandaag, 0% erbij of eraf, zo u wilt. En dat zien we terug met een doodsje-achtig candletje vandaag. Swingteller op min 3. RSI ketst af tegen de 50 lijnen. Dat impliceert iets meer zwakheid op het DAX-speelveld versus het AEX-speelveld. We gaan eens kijken of de bulls zich morgen beter kunnen vermannen met een wat stevigere solide witte candle richting 13.640. Dat is dan voor hun het koersdoel. Kortom, met de laatste paar dagen meegerekend nog even een kwakkelfase, maar wel dappere herstelpogingen en overlevingspogingen om de uptrend, de daily DAX en AEX uptrend, nieuw leven in te blazen. Morgen gaan we bekijken of dat gaat lukken.